In de tussentijd gaan wij luisteren naar iemand die elke week hier op de zeepkist staat. Een kleinkunstenaar, singer of songwriter. En ik introduceerde hem al even, en hij zichzelf overigens ook, aan het begin van dit programma. Arie Fuik. Hij speelt al 10 jaar conferences, liedjes, treurige mannetjes. Hij doet dat in theater, buurthuizen en alles wat ertussenin zit. Ook op radio of televisie. Arie, jij gaat voor ons zingen. Ja. Fanclub. Precies. Ik wilde ooit met spelen stoppen, dat maakt mijn leven wederlicht. Toen ik de knoop door wilde hakken, was er een fanclub opgericht. Heb ik weer. Ik heb dus veel mogen bereiken. Het leven is mij goed gezind, maar wat het meest zorgt voor ontroering is dat mijn oeuvre mensen bindt. Mijn fanclub bestaat uit liefde en het bestuur werkt met plezier. Ze stoppen mij in een plakboek, dus liefde, werk en oud papier. Mijn fans betalen contributie, dat geeft die gasten zelfs een kick. Want ze ontvangen dan het clubblad, ze weten meer van mij dan ik. De club houdt ook wel erediensten, daar vallen vrouwen bij in zwijn. Ik mag er zelf nooit komen kijken, want al die diensten zijn geheim. Mijn fanclub bestaat uit liefde en het bestuur werkt met plezier. Ze stoppen mij in een plakboek, dus liefde, werk en oud papier. Soms dan wordt het me te veel en dan snap ik al die aandacht niet. Maar toch, het is wel verrekte handig, zo schreef die fanclub ook dit lied. Mijn fanclub bestaat uit liefde en het bestuur wordt mij nooit moe. Ze stoppen veren in mijn anus, ik zie eruit als een kakatoe. De club bestaat uit liefde en het bestuur wordt mij nooit moe. Vanavond hebben ze een uitje en zijn ze naar Frans Bauer toe. Ja, tot zover Arie Fuik. Ja, nog wel even voor klappen.